Waarom is dat leuk trouwens, Jasperine? Nou ja, ik werk altijd solo. Mm-hmm. En dat is, vind ik ook heerlijk. Dat kan ik ook wel. Maar waarom wilde je graag met Diebe werken? Nou, omdat hij goed kan zingen. Mm-hmm. En omdat stemmen zijn ook mooi bij elkaar. Ja, hè? Dat zegt men. Ja, dat vind ik zelf ook wel erg goed klinken. Maar ook het acteren is natuurlijk belangrijk. En dat kan hij ook. Waar moest aan gewerkt worden? Wat kon je niet bijvoorbeeld leren? Nou, ik was natuurlijk, Jasper heeft natuurlijk meteen al iets gedanst moet worden. Dan is dat zit al in een soort vak gegoten. Ja, ze hebben balletles gehad. Jij niet waarschijnlijk. Ja, daarom alleen al. En ik ben ook in wezen ben ik een onhandige danser. Oh ja? Hoe is dat toch nog goed gekomen dan? Hoe kan je het zeggen? Ja, dat zie je. Indirect beaamd. Nee, dat is door oefening baart kunst letterlijk. En vaak doen. Ja, voor de voorstelling dan, ofwel ik roep Jasperine nog even te hulp. Of ze zegt, kom op, we moeten nog even het routinetje doen. En dat is dan even die paar partijen? Ja, dat zijn gewoon ingewikkeld. Want op het moment dat ik uitgezongen ben, ik moet gaan dansen. Dan lijkt me of ik in een totaal andere wereld terecht kom. Ja, maar dat kan ik me heel goed voorstellen dat iemand dat heeft. Natuurlijk. Ik heb altijd zo lang bij zo'n plezier dan. Hoe gaat dat dan? Hoe werken jullie dan samen? Nou, met name met dit lied, Dat Niemand Thuis. Weet je nog dat jij eigenlijk, dacht ik, als ik me goed herinner hoor. Want soms lopen die dingen zo door elkaar dat je niet meer weet wie nou wat zegt. Maar we zouden samen een lied zingen, Lieve en ik, over alleen zijn. En toen zei ik, ja, maar dan is die man is natuurlijk van vreselijk. En die vrouw die zegt, heerlijk. Eindelijk alleen, hè? Dat idee eigenlijk. Weet je dat nog? Lied bevat twee kanten, ja. De vrouw vindt het heerlijk om alleen te zijn. Die man die heeft toch liever iemand die een kopje thee voor hem in komt schenken. Zo is dat geboren. Ja. Is dat vanuit jouw eigen ervaring? Of moet Jasperin dat jou allemaal influisteren hoe zo'n vrouw denkt? Nee, ik heb een gezin en bij mij thuis is het eeuwig rommelig en niemand laat de deur openstaan. Terwijl Jasperina die kent meer van het alleen zijn en die heeft die kant zo ingebracht. Weet jij nou misschien wat het mooiste liedje was dat Joop voor jou schreef? Nou, dat kan ik onmogelijk zeggen. En dat klinkt nou erg slijmerig natuurlijk naar Joop toe. Maar hij heeft zoveel mooie dingen voor mij gezegd. Als ik denk aan Om Alles uit Fino, Om Alles. Hè? We hebben het al eerder over gehad deze week. Dat is zo'n prachtig lied. Maar ja, Trouw is ook prachtig. Wat heb je niet allemaal? Je laat ze echt niet in de steek. God, het zijn ook de teksten van Guus Vleugel vroeger. Ik heb wel 4 favorieten. Ja? Ja, 4 kleine, moet je horen. Ze kwam uit Enschede en vond het leven tam. Want zeg nou zelf, wat is in godsnaam Enschede? 2 lege straten en een lullig bietcafé. En op een dag nam zij de trein naar Amsterdam. En niet meer over Tobbe, Dobbe, 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 Dobbe. En natuurlijk Trouw, blijven zitten waar ik zit en blijven willen wat ik wou. Trouw aan wat ik ooit begonnen ben, met hart en ziel begonnen ben. Aan wat ik ooit begonnen ben met jou. Maar de seizoenen komen terug, de jaren niet. Er zal bloesem komen die je niet meer ziet. Schat. Dat zijn mijn 4 favorieten. Gekkie gaat iets zitten zingen. Het ontroert me, gekkie. Ja, we zullen jou maar niet vragen om het dus te zingen, Jasperine, want dat gaat nou helemaal niet. Maar dit zijn liedjes, van wie is deze tekst trouwens, Joop? Jij hebt de muziek geschreven. De eerste 2 teksten zijn van Guus Vleugel. En de 2 andere zijn van Ivo de Wijs. Ja. Ja. En jij weet nog waar dat uit is, Jasperine? Oh ja, IJsje het Enschede is uit de Jasperine-short. Staat hier gelukkig. Ja. Want dat moet ik. Nee, dat staat hier niet. Nee, ik bedoel, ze kwam uit Enschede, dan weet ik het. En IJsje uit de Jasperine-show, hè? En niet meer. Niet meer Tobbe. Dobbe is uit de Ego-trip. Je gaat goed, je gaat goed. Trouw is uit de Gekkin. Ja. En nou, de Seizoenen is natuurlijk uit onze unieke productie. Komt dat zien, komt dat zien. Ik moet dat zo lachen als Joop zingt, want hij zingt eigenlijk heel mooi. Ja. Maar het is zo grappig, omdat ik moet nu denken, als hij een nieuwe tekst heeft en hij gaat dat spelen voor mij. En dat vind ik dan mooie muziek. Dan krijg ik altijd kippenvel. En dan zeg ik altijd tegen Joop. Dit is het. Want kijk eens, dan laat ik altijd de haartjes op mijn armen zien. Of die staan dan rechtop, weet je. Ja, het is bespottelijk. Samenwerking hebben we. Ja,
Het liedje waar ik mee opkom als ik uit de kist kom, Haat, dat hele snelle. Ja. Dat was eerst een ander lied en daar was ik niet zo tevreden mee, omdat ik... het was niet... Ik had heel lang opgesloten in die kist en dan zou ik eruit komen met een te tam liedje, vond ik. En dat vond Joop eigenlijk ook. En die heeft toen deze melodie gemaakt en daar heeft Ivo toen een tekst opgemaakt. Mm-hmm. Want ik vond eigenlijk dat er te weinig bekend er komt niet zo vreselijk veel van de achtergronden bij ons naar voren in de show. Je bent een kritica, hè, die een verschrikkelijke recensie heeft geschreven. Ik heb een slechte recensie geschreven over ene Charles Balloni. En Charles Balloni wordt dus uit het operagezelschap gezet. Door mijn slechte kritiek. Hij ontvoert mij, stopt me in een kist en neemt me mee naar het theater waar hij die laatste avond dus had opgetreden. En dan laat hij mij uit die kist. En dan vond ik dat er ook een beetje... iets in het lied moest zitten van wie allemaal was. Een beetje. Nou ja, dat zit er nu een beetje in dus. En zo werk je dus eigenlijk. En wat kan ik nog meer zeggen van mijn inbreng? Want daar ben je nieuwsgierig naar, neem ik aan. Ik heb bijvoorbeeld dat wat jij zo mooi vindt, het eeuwenoude raadsel. Ja. Daarom doet dat mij ook zoveel. Ik heb toen aan Joop gevraagd, maak nou een beetje van dat soort muziek. Een beetje de 12-toonsachtige 20ste eeuw. Heel somber opeens. Een ontzettend somber nummer. Bam, naar de pauze. Prachtig. Piano ver weg met echo. Ja, maar het is niet echt somber. Dat komt na dat somnambule. Na dat slaapwandelnummer. Dat is prachtig van muziek. Ja, maar dat is allemaal mooi. Dat greep mij nou aan, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is persoonlijk. Ja. Of heel erg. Ja. Ieder pad loopt uit op een ravijn. De enige constant is de regen. Die valt op wat zo mooi had kunnen zijn.